Hier hebben de kippen liepen hier eerder altijd. Nou, hier stonden dan de eieren, hier stonden de doosjes. Ik hoop dat ze geen vogelgriep krijgen. Nou, daar is vogelgriep uitgebroken in Dalfsen. Wij vallen in de 10 kilometer zone. Mijn kippen die zijn nog helemaal gezond. En die moeten nu gewoon op gok blijven. Dat niet met andere vogels in aanraking kunnen kopen. Waar zijn we hier? In het eierhuisje waar ik de eieren verkocht. En dat kan nu niet meer? Nee, er is vogelgriep en mag de eieren niet meer verkopen. Nou, hier stonden dan de eieren, hier stonden de doosjes. Doosje van 10, doosje van 6. En jouw kippen, waar zijn die nu? Die zitten binnen in een hok. Hier hebben de kippen liepen hier eerder altijd. Dus hele vrije uitloop? Ja, ze hadden hier alle ruimte die ze konden krijgen. Ah, dit is mijn mobiele kipkar. Hier zitten dus 100 kippen in. Dat houdt eigenlijk in gewoon dat ik hem kan verzetten met de trekker dat ze elke keer een nieuw stukje weiland hebben. Wat vind je er nou zo leuk aan? Nou, ja, het zijn gewoon... kippen zijn gewoon nieuwsgierig en dat is leuk. Gewoon dat de beesten buiten lopen en beter kunnen die beesten het haast niet hebben. En hoeveel ruimte hebben ze nu in hun hokje? Genoeg ruimte voor ze, maar minder als dit hele weiland, ja. En wat betekent dit nou voor jou? Nou ja, ik hoef er niet van te leven van het geld, maar die andere mensen wel. En er komt gewoon geld, geen geld meer binnen.